wordt verteld dat Charlie Chaplin eens een speech moest houden. En hij vertelde daar een geweldig goede mop. De hele zaal lag dubbel van het lachen. Toen herhaalde hij die mop. En er waren nog steeds veel mensen die er om moesten lachen. En toen herhaalde hij het voor een derde keer. Een stille zaal. En hij zei, jullie wisten wat er ging komen. Daarom lachten jullie de derde keer niet meer. Maar hoe vaak gebeurt het dan niet dat wij ons zorgen maken om iets? En dat wij blijven, dat wij ons zorgen blijven maken. Vaak als wij nu terugkijken naar dingen waar wij ons zorgen over hebben gemaakt. Uiteindelijk zien we dat het allemaal wel goed is gekomen. Dat Hashem het allemaal voor ons heeft geregeld. En in de parsha van deze week zien we dat Balak, de koning van Moab. Hij leeft met een negatieve houding. En hij zaait angst onder zijn volk. En dat heeft natuurlijk veel invloed op zijn eigen houding, maar ook hoe zijn volk naar dingen kijkt. En ze waren bang. Zonder enige reden hadden ze angst voor het Joodse volk. En ze wouden het Joodse volk iets aandoen. Maar aan de andere kant zien wij dat onze leider, Moshe Rabbeinu, in de parsha van vorige week, zien wij dat het Joodse volk wordt aangevallen door Og. En wat doet hij? Hij heeft emuna. Hij straalt positiviteit uit. En dat had invloed op zijn volk. Wij kunnen ook op onze omgeving ook positiviteit uitstralen. En vanmiddag zag ik een filmpje van CNN hoe Rabbi Lipsker in Bell Harbor in Miami, die daar de mensen bijstaat bij de vreselijke tragedie. En ze vroeg aan hem, wat doet u voor de gemeenschap? En hij zei, we zijn daar. We pour kindness to the people. We show empathy. En we luisteren naar ze. Daarmee kunnen wij er ook zijn voor een ander. Dat we allen positiviteit uitstralen en een Shabbat Shalom hebben.